Yo kijkers van Dus David Games, Lars hier. Welkom terug bij meer Civilization 5 hier op Dus David Games. De vorige keer hebben wij Akkad opgericht hier, omdat het mijn eigen hoofdstad echt een beetje te klein werd. Ik wist er echt totaal niet wat ik moest doen. Ik kan hier trouwens ook niet door, zie ik, want er zitten die Fransen weer in de weg. Altijd gezeik met die Fransen, altijd gezeik. Maar vandaag weet ik eigenlijk niet wat we gaan doen. Ik denk dat we deze stad gaan uitbreiden. Ik hoop dat ik die wijn binnen mijn netwerk kan krijgen, zodat mijn happiness weer een beetje omhoog gaat. Want mijn happiness is niet al te hoog. En daarvoor heb ik wel eerst de kalender nodig. Dus die kalender die komt eraan. En dan gaan we lekker wijn zuipen met z'n allen. Misschien dat de Fransen ook nog wel even langskomen om gezellig een wijntje met ons mee te doen. Je weet het niet, ze houden van wijn, dus waarom ook niet. Hè? En ik heb trouwens het idee dat hier meer mensen zitten in Amerika. Want alleen die Fransen, dat geloof ik niet. Waarom zouden de Fransen in Amerika zitten? Wat hebben ze daar te zoeken? Hoe gaat het met mijn bootje? Waar? Daar natuurlijk. Oh, daar komt er die boot. Oh, die heeft Australië helemaal rondgevaren. Goed gedaan, buddy. Hier nog 8 beurten voordat de Great Library klaar is. Dat is ook goed. Want ik wil uiteraard aan het eind van deze game voor een science victory gaan. Jij hebt wel hele mooie veren trouwens. Ik ben nou nog niet klaar. Oh, goed zo. Hij wil een ambassade hebben. Oké. Is goed. Maar jij was toch aan jezelf aan het voorbereiden op de apocalypse? Nou, in één keer een ambassade. Oké. Misschien dat Napoleon ook wel wat leuks wil. Wacht eventjes. Even kijken of dat ik iets met Napoleon kan ruilen. Oh, kom op. Ga niet lopen schieten. So teach us to number our days, so that we may apply our hearts unto wisdom. Perfect. We kunnen plantaties bouwen. Dat betekent wijn voor mij. Hup, dik het op. Wijn. Kom maar. Jij, vergeet die farm even. Doe dat straks maar. Wijn. Zo, dat is belangrijker. Ik wil ook... Ik had die oude meuk, die moet ik ook nog allemaal hebben. Philosophy. Die kan ik dan straks wel kiezen als ik bijvoorbeeld een gratis ding krijg. Archery. Maar met deze krijg ik geloof ik een gratis technologie erbij, als ik deze heb. The Great Library. Dus dan kan ik wel een hele dure kiezen. Die ik toch zou moeten hebben. Zo. Oké dan. Even met de Fransen overleggen. Fransen. Napoleon. Godvloeiende. Nou, ga daar maar heen. Weet je wat? Gaan we daarheen varen? En zie maar wat je tegenkomt. Oh, barbaren waarschijnlijk. Napoleon, waar ben je, vriend? Napoleon! Bonjour. Bonjour. Ik heb iets te ruilen. Tu disais, maar jij hebt geen enkele kut om met mij te ruilen. Dus waarom zou ik met jou ruilen? Tschüss. Wacht, dat was Duits. Bonjour, au revoir, zeggen we dan tegen de Fransen, hè? Ik wil hier graag in Akkad... Gaan we een caravan bouwen. Gaan we de hele tijd op en neer rijden naar Sofia. Lekker met de caravan naar Sofia. Of met de caravan naar Frankrijk. Dat kan ook. We zijn er toch. Dat doet iedereen. Iedereen gaat altijd met de caravan naar Frankrijk. Dus kunnen ze dat meteen mooi doen. De grens is hier toch. Hoef je niet eens België door. Kan gewoon meteen vanuit ons eigen landje. Hoep, zo Frankrijk in rijden. Holy shit, die gasten gaan vlot zeg. Die Fransen die hebben al punten jongen. Dat wil je niet weten. 167, holy shit. Napoleon, even een beetje rustig aan alsjeblieft. Anders kan ik u niet inhalen. Dan word ik heel chagrijnig. Oh shit, dat is toch niet eerlijk, man. Vinden jullie dit eerlijk? Ik niet, hoor. Godgloeiende. The haft of the arrow had been feathered with one of the eagle's own plumes. We often give our enemies the means of our own destruction. Tempel van Artemis, 100% growth in all cities. Oh, die wil ik eigenlijk ook hebben. Of 10% growth. Ook goed. Jij moet wat hebben. Jij moet health hebben en je moet hier zo rauw mogelijk weg. Doei! Dag bootje. Ik wil graag het masonry uitvinden. Want dan kunnen we die stenen hakken die er zitten. Hoe gaat het met de wijn? Is de wijn al bijna klaar? Next turn. Jee, de wijn is klaar. Mooi. Hebben we weer wat happiness. Kunnen we weer een stukje vooruit. Hou nou op met mijn bootjes te achtervolgen. Dat vind ik echt niet relaxed. Kappen nou. Ik ga naar Monaco hoor. Monaco die beschermt me wel. Hoop ik. Zal wel weer niet. Ik ken die monogasten een beetje. Zo. En gaan we verder met je farm. Jullie. Oh god, er ligt Lyon er in de weg. Fransen. Stel dat je henkjes dat jullie zijn. Waarom claimen jullie het hele Amerikaanse continent? Dat was mijn plan.
Ik ga ook echt geen ruzie zoeken met die gasten, want voor dit weet hakken ze hier in de pan. Ik zie het alleen maar gebeuren. Akkad is gegroeid. Colombo is ontdekt. Hoppakee. Ik moet toch even iets gaan doen, zodat de Fransen weer een beetje blij met me zijn. Want die zijn heel erg chagrijnig op dit moment. Denk ik. Fransen. Oh, vriendelijk. Oh, nou, kijk eens aan. Napoleon, wij zijn vriendjes, hè. Jij gaat mijn land niet aanvallen, ik val jouw land niet aan. Is dat een deal? Wij leven met z'n allen in vrede. Ja, wat gezellig met z'n allen kikkerbilletjes eten. En mijn golden tijdperk is afgelopen en ik moet meteen weer allemaal schulden betalen. Nou, working. Hup, schiet op. Next turn. Jij hebt doorvaren. Dat is je taak namelijk. Die gasten hebben ook al zo'n groot land. Ja, ik kan mijn land hier niet uitbreiden omdat het echt een klein klotelandje is. Niet echt blij mee. Dit startgebied. Als het goed is heb ik nu wel de Great Library. Great Library? Ja! Libraries are the shrine where all the relics of the ancient saints, full of true virtue, and that without delusion or imposture, are preserved and reposed. Perfecte plek, de bibliotheek. We krijgen één gratis technologie, dat is super tof. Want dan kan ik weer lekker een beetje inlopen op die andere gasten. We krijgen een gratis bibliotheek in de stad waar die gebouwd is. En we krijgen twee slots voor Great Work of Writings. How happy are those whose walls already rise. En we kunnen nu ook een quarry bouwen, dat betekent dat ik deze stenen kan gaan hakken. Helemaal top. Waarom ga je dit watertje oversteken met een boot? Loop er gewoon omheen, Henk. Oké, gratis technologie. Iets duurs. Filosofie. Kom maar. Dank u. Hoppakee. There is only one good. Knowledge. And one evil. Ignorance. Hoppakee. Dan kan ik het National College bouwen. En het National College geeft mij ook weer 50% extra science en 3 science erbovenop. Dus die wil ik hebben. National College. Waar ben je? National College. Oh, wacht, moet ik hier natuurlijk ook nog een bibliotheek hebben. Kan dat? Bibliotheek? Kan ik hem niet kopen? Niet zo lang. Holy shit. Change production. Bibliotheek, kom. Ga maar een bibliotheek bouwen in plaats van een caravan. Gaan we een andere keer op vakantie in Frankrijk. De wheel wil ik hebben hier graag. Ja, de wheel. Choose production. In Babylon wil ik dan graag... Tja, wat wil ik hebben hier? De muren van Babylon, denk ik. Laat me doen. De muren van Babylon in Babylon, hoe toepasselijk. So, oh, er zit hier nog een city-state. Ik ben benieuwd welke lummel dat dan is. Hoe gaat het trouwens met onze literacy? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Demographics. Literacy, eerste. Kijk, dat is goed. Population is eerste. Maar qua goud gaat het heel slecht en qua land gaat het ook niet al te best. En soldaten ook niet trouwens. Zucht. Nou ja, we doen het er maar mee. Ik kan er even op dit moment weinig aan veranderen. Ik moet al die zooi hebben. Wil ik later een beetje een goede uitgangspositie hebben. Oh god, die Fransen. Als ze zo'n idee hebben van, weet je wat, we pakken Akkad van hem af. Dan is het gewoon in één keer klaar. Dan kunnen ze hem zo overnemen. Wie ligt hier? Genua. Hoi jongens. Gezellig in Genua. Hebben die Fransen ondertussen al iets om mee te ruilen? Of jij kan ook iets hebben om mee te ruilen. Hallo, Kim. Hoi, buddy. Vanuit die tijd. Citrus. Wil jij citrus verzout? Graag. Oh, is niet leuk. Vindt hij niet goed. Doei. Hebben de Fransen ondertussen al iets meer? Bonjour. Bonjour. Even een ijzer. Ik goed. Oh, nou, dan zit ik niet echt op te wachten. Ik hoef geen ijzer. Doei. Bonjour, monsieur Napoleon. Au revoir. Hier loopt ook weer dood. Ga dan maar helemaal naar het zuiden varen. Kijken of dat gaat lukken zonder in één keer die barbaren tegen te komen. Ik zou het knap van je vinden, dus probeer het maar. Holy shit, dat leger van die gasten is echt niet gezond. Oh man. Ik moet trouwens ook iets doen aan mijn geld, want mijn geld gaat ook erg hard. Op deze manier. Er komt geen geld bij, er gaat geld vanaf. Wacht eventjes, we konden toch dit pakken? Oh, dat doet hij al. Mooi. Dat doet hij al. Jij gaat daarheen. Genua zit daar. Als dit al klaar is, dan kan hij dat gaan doen. Stenen. Come on, schiet op.
Werk door. Hoe lang duurt het nog? Wisdom and virtue are like the two wheels of a cart. Een chariot archer, een watermolen en wegen. Dat is niet zo'n hele grote succes, want we hebben geen wegen die hier tussen onze twee steden kunnen komen. Ik wil graag... ja, begin maar met bronze working. Ik moet het toch een keertje hebben. Zo, die zijn klaar. Is de mijne klaar, jongens? Nee toch, jawel. Wij moeten klaar zijn. La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Ah, c'est une proposition exceptionnelle, monsieur Napoleon. Une ambassade, embassy... Oh, oui. Oui, monsieur Napoleon, oui. Accept. Excellent. Excellent, monsieur Napoleon. Au revoir, monsieur Napoleon. Ah, oh, zeker. Hij heeft in ieder geval een ambassade geaccepteerd. Dus dat betekent dat hij weer een stukje meer vriendelijker is. Jullie gaan daar wat bouwen. Bijna dan. Next turn. Ik wil die Napoleon echt een vriend houden. Dat is geen gozer waar ik mee moet lopen fucken. Die gozer heeft een iets te groot leger. Dus ik ben heel, heel blij met Napoleon. En Napoleon, wij zijn vriendjes, hè. Production. Hoppakee. Next turn. Hoe gaat het hier? De muren zijn bijna klaar. De muren van Babylon. Ja, hier kan ik dus echt geen ene reet doen. Ik kan hier helemaal niks in deze stad. Hier Hector enters. With a spear 11 cubits long in his hand. The bronze point gleamed in front of him and was fastened to the shaft of the spear by a ring of gold. Nou, dat goud heeft hij ergens anders vandaan gevist, want dat heeft hij niet van mijn land afgehaald. Spearman, we kunnen barakken bouwen. Of Barack Obama kan ook. Statue of Zeus, die kan je niet, want ik heb geen honor. Reveals iron en we kunnen de jungle weghakken. Dat zal... kijk, ijzer, perfect. Dat zal Huppelflup leuk vinden. Ruins explored. 20 culture, oké. Okay. Ik weet niet eens dat de ruïnes lagen, maar goed, dat teken het. Ruïnes. Wat moeten we onderzoeken? We gaan onderzoeken... iets hebben wat heel gauw naar geld leidt. Caravansary. Laat ik dat doen. Horseback riding. Courthouse. Hanging gardens. Ja, ik denk dat ik die doe. Horseback riding. Dan ga ik er later wel, als dit klaar is... De bibliotheek en de andere ding... Dan ga ik daar wel een caravan bouwen. Omdat ik het toch wel handig vind. Babylon is klaar. En dan wil ik graag de watermolen. Hup. We hebben toch water zat daar, dus dan kan je vast wel een watermolentje bouwen ergens. Helemaal geen probleem, met mijn thee is koud. Oh. Yakiba. Niks zo vies als koude thee. Koude koffie misschien. Ja, hallo. Vinden we dit heerlijk? Ik niet hoor. Ja, nog eentje erbij. Tuurlijk. En nog één. Hallo. Zullen we het een beetje sportief houden? Ik ben weg hier. Later. Eén opening gemist. Haha, losers. Die kant op. Die kan ik ook eventueel nog een stad oprichten. Als het echt moet. Voordat Napoleon het doet. Maar dat is allemaal voor later zorg. Allemaal voor later zorg. Napoleon is wel een figuur waar ik rekening mee moet houden. Al lig ik nu wel voor op hem op een of andere manier. Hoe dat dan weer kan? Waarschijnlijk door die technologieën die ik allemaal heb. En die heeft hij, denk ik, niet. Hé, hey, kijk nou eens. Kom jongens, gaan we oorlog voeren. Lachen. Snel die kant op piepen voordat die barbaren het zien. Next turn. Het gaat hier eigenlijk prima op dit gebiedje. Geen gezeik met Frankrijk. Sofia dat lekker daar liggen op te derpen. Ik heb weinig te zeiken. Pascal zit al in de medieval era. Dat doet die potverdorie heel erg snel. Laat de technologie hier eens zien. Hoe heeft hij dat gedaan, joh? Hoe heeft die gozer zo snel in de middeleeuwen uitgekomen? Hoe doet hij dat? Waarschijnlijk heeft hij die theologie al ontwikkeld. Oké. Ga zoek het maar uit. Ik ga die kant op. Weg met die gasten. Kan ik nog meer varen? Ja, tuurlijk. Woo! Dan gaan we terug. Next turn. Zo. Wat gaan jullie zo meteen doen? Jullie gaan, als jullie klaar zijn, daar nog wat doen. Deze wil ik ook hebben. Oeh, kijk eens. The world's most wonderful people. We hebben twee wonders. De rest heeft nog geen één wonder. Oké. Dat is nieuw. Meestal doen ze dat wel.
Meestal bouwen ze wel wonders. Deze keer hebben ze dat blijkbaar helemaal overgeslagen. Oké, okay, nou prima. I'll take it. Ik ga er niet moeilijk over doen hoor. Hé, hey, kijk nou eens. Ja, Kazimierz Wielki. Witam cię na ziemiach Wielkiego Królestwa Polskiego. Polski. Gezellig, Kazimierz. Komen jullie gezellig bij ons wat werk doen? Ik heb nog een badkamer die betegeld moet worden. Die kun je zomaar komen doen. Zullen we ruilen? Słucham? Oh, kijk nou eens. Wil jij incens voor zout? Dobrze. Dobrze. Da. Doei. Zo, weer happiness erbij. Hoppakee. Public decoration from Poland. Polen ontdekt. Perfect. En daar hebben we nog lekker mee kunnen ruilen ook. Is iedereen blij. Ik wil dit hebben, jongens. Napoleon heeft de tempel van Artemis. Goed zo, Napoleon. Het is pas beurt 100, jongen. Goed gedaan. Echt top. Lekker bezig. Ik wil hier dit stukje land hebben. Want ik wil deze happiness er ook bij hebben. Kan ik die kopen? 50. Ja, dat kan. En ik koop deze er ook bij. Zodat ik zeker weet dat hij daar niet heen gaat. Met zijn landje. Want ik heb al zo weinig ruimte, dus ik moet wel. Dan kan ik hier de citrus pakken. Hebben we weer een paar happiness erbij. Oh god, zijn ze weer chagrijnig. Oh, jullie hebben echt geen humor, hè, jullie barbaren. Potverjandorie. Hoe gaat het hier? Twee beurten voor de watermolen. Hier nog twee voordat de bibliotheek klaar is. Dan hebben we in ieder geval happiness. We hebben geen geld, we zijn helemaal niet rijk, maar we hebben wel happiness. Ah, bonjour. Our affairs are none of your business, monsieur Napoleon. Au revoir. Niet zo zeiken, Napoleon. Oude Napo, niet zo zeiken, man. Religion, welke? Katholieke geloof, de Maya's. A horse. A horse. My kingdom for a horse. My kingdom for a horse. Nou, voor mij krijgen ze hem niet. Ze blijven van Atlaaf. Ik wil het Circus Maximus hebben. Maar dan moeten we wel een Colosseum in alle steden gebouwd hebben. Die hebben we niet. Hier wil ik graag... Ja, wat zullen we eens doen? A free settler appears. Oké. Okay. I'll take it. Gaat de settler. Dank u. Waar zullen we die eens naartoe sturen? Ik denk hier. Dit is wel een gebied wat ik eigenlijk wil hebben. Gewoon om te zorgen dat Napoleon het niet heeft. Daar ga ik de volgende aflevering eens over nadenken, kijkers van Dus David Games. Want ik vind het eigenlijk al lang genoeg geweest voor vandaag. Ik ga jullie vragen om een goed duimpje achter te laten als je dat nog niet gedaan hebt. Ik ga jullie ook vragen om eventjes op mij te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Er staat een link in de beschrijving van Vaco Games. Het enige wat je hoeft te doen is er even op te klikken. En dan zou het, als het goed is, helemaal automatisch moeten werken. Ik zie jullie morgen weer terug hier op Dus David Games met meer Civilization 5. En met meer gekloot met Frankrijk. Voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En mazzel!